Zwangere vrouwen moeten, net als de doorsnee burger, dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen wanneer het op COVID-19 aankomt. Dit zegt de gynaecoloog of vrouwenarts Ramon Chonafat. Volgens hem hebben de zwangeren echter ook een verantwoordelijkheid naar het ongeboren kind. Elke vrouw wil haar kind in een goed en adequaat milieu ontvangen, zegt Chonafat. De staat van het leven buiten het lichaam van de moeder, adequaat. Maar wat doet u hier? Komen de zwangere vrouwen gewoon naar de poli? Wat zijn de voorzorgsmaatregelen? Ja, de polikliniek heb ik in feite al 2 tot 3 weken voor. Dus de nationale instructies, de dingen, heb ik al ingespeeld op de situatie zoals die zich voordeed in China en daar naar Italië. Italië. Ik heb dus toen maatregelen getroffen. Ik heb, zoals je hebt gezien, aanplakt. Postertjes geplaatst om de mensen te zeggen van als je hebt gehoest en of koorts hebt en of zo, geef het even door en de instructies hoe dat moet. Ik heb maatregelen getroffen waarbij onder andere de prenatale controle waarbij zwangeren inkomen en zwangeren uit. En niet alleen dat, het is niet alleen de zwangeren. Tegenwoordig is in feite de prenatale controle, de zwangerschapscontrole, is eigenlijk een familieaangelegenheid. In ieder geval in mijn praktijk. Daarvan, de zwangere met die beren en de man en 2 kinderen. Ja, en iedereen. En de volgende keer als die kinderen hebben gezien, komt tante en soms oma, want die heeft nooit echo gezien. Dat zijn de dingen die zich gaan ontwikkelen. Het is een familiepoli, maar vanwege dus die COVID-19 situatie hebben we gewoon drastische maatregelen moeten treffen. Chonafat zegt dat het protocol in zijn polikliniek is dat de deuren open blijven. Het virus kan ook op deurknoppen zitten. Hij adviseert dat mensen de stoelleuningen zo min mogelijk aanraken bij het gaan zitten en opstaan. De gynaecoloog probeert bij de consultant het contact met meerdere mensen tegelijkertijd zoveel mogelijk te voorkomen. Hij wijst er verder op dat de COVID-19-pandemie nog niet echt heeft toegeslagen in Suriname. We hopen dat dat niet gebeurt. Ik las vanmorgen nog dus dat Volkskrant Nederland publiceerde dat er gisteren het hoogste aantal overledenen per dag was, en dat is 176 in één dag in Nederland. Dat is een enorme piek. Wij zijn nog niet geconfronteerd, gelukkig geworden, met een dode. Ik denk dat als dat gaat gebeuren, dat men plotseling gaat realiseren hoe ernstig het is. Maar tot nu toe denk ik dat men nog steeds het bagatelliseert. Wat de poli betreft, u zag de poli is leeg, het is eigenlijk vanmorgen mijn operatiedag. Dus een operatieochtend. Maar er zijn geen operaties, want alle electieve operaties, dat is alle operaties die je normaal inplant, baarmoederverwijdering, eierstokproblemen, noem maar, wij gaan opereren, die geschieden niet. De operaties die voortgang hebben, zijn alleen de operaties die met spoed moeten geschieden. Dat was gynaecoloog Ramon Chonafat, die morgen te gast is in het programma In Gesprek Met. Hij gaat onder andere in op de effecten van het COVID-19-virus op zwangeren. Zwangere vrouwen moeten dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als de doorsnee burger.